Ik wil met u kort inleiden, wat staat er eigenlijk op het spel? Welke schoonheid staat er op het spel? En omdat het zo kwetsbaar is en zo kostbaar is, en ik zeker niet wil veroordelen, en eigenlijk die schoonheid alleen maar door Gods geest in ons kan geopenbaard worden, wil ik even kort bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken voor deze morgen. En we bidden dat u de zaal bedouwt met uw Heilige Geest. En dat ik met passie mag spreken en dat we met passie mogen luisteren. En zo deze morgen mogen beëindigen tot eer en heerlijkheid van u. Amen. Weet je, ik heb als voorbereiding nagedacht van wat staat er nu eigenlijk op het spel? Wat staat er voor schoonheid op het spel? Wat staat er op het spel voor de plaatselijke gemeente en voor de plaatselijke kerken? En ik wil eigenlijk de boodschap, dat is een boodschap die ik u geef, een boodschap voor de kerk van Jezus Christus in Nederland. Voor diegenen die geloven dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En niet dat hij een weg is of een waarheid is, een weg zoals vele wegen, maar en een waarheid van velen. En dat hij niet een leven is, maar de gever van het eeuwige leven. Een boodschap voor diegenen die licht en zout willen zijn en daarvoor over hebben, indien God het van ons vraagt, voor dit getuigenis te leiden. Wat staat er op het spel? Welke schoonheid staat er op het spel? Wat op het spel staat, zijn door de God gegeven beelden die iets zeggen over hemzelf, over zijn zoon en over de gemeente. Wat staat er op het spel? Door niet meer over mannen en vrouwen te spreken, maar genderneutraal te spreken over personen, gasten, mensen, reizigers, bezoekers, staat op het spel het beeld dat man en vrouw geschapen zijn naar Gods beeld, dat vervaagt. Dat hij mannelijk en vrouwelijk schiep naar zijn beeld, dat man en vrouw samen beelddragers zijn van hem. Welke schoonheid, wat staat er op het spel? Als Paulus over het huwelijk schrijft, dan schrijft hij in Efeze 5, vers 32, dat dit een groot geheimenis is, en hij verbindt dit geheimenis met het oog op Christus en de gemeente. Het huwelijk, wat een beeld geeft van Gods liefde, maar vooral de liefde van de bruidegom voor de bruid, voor zijn bruid. Een bruid waar de bruidegom zijn leven voor gegeven heeft. God heeft het huwelijk ingesteld en gegeven als iets om zijn grootheid te laten zien. En vooral de heerlijkheid van die ene. Dit beeld van het huwelijk, een verbond tussen man en vrouw. Een verbond tussen één man, één vrouw en God. Dat staat op het spel. Een verbond is geen contract. Een contract wordt gesloten voor een bepaalde periode, om te krijgen wat je wenst. Een contract wordt gesloten met voorwaarden. Met één, als jij dit doet, zal ik dat doen. Nee. Geen contract, maar een verbond. Onvoorwaardelijk, gericht op het welzijn van de ander. Gebaseerd op een standvastige, onvoorwaardelijke liefde. Een huwelijksverbond tussen één man en één vrouw en God. Wat alleen verbroken kan worden door de dood. Dit huwelijksverbond is een vingerprint van het verbond tussen de vader en de bruidegom. En de bruid, dit beeld van de zoon en de gemeente die een verbond gesloten hebben met de vader op grond van standvastige, onvoorwaardelijke liefde, wordt vervaagd, wordt uitgewist. Wat staat er op het spel? Welke schoonheid? Door aan te geven in de wet dat een kind vier ouders kan hebben, staat het beeld en de relatie tussen één vader en één zoon op het spel. Doe je af van de vader- en zoonrelatie tussen God de Vader
en God de Zoon. Zoals Spreuken 8 vers 30 zegt, was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag en dag zijn bron van blijdschap, ten alle tijden spelend voor zijn aangezicht, een tafereel van de Vader en de Zoon, die zich in elkaar verheugen in een onvoorwaardelijke, volkomen vreugde, een heilige, onbesmette liefde tussen de Vader en de Zoon. Wat staat er op het spel? De kerk als huisgezin Gods. De plaatselijke gemeente als een veilige plaats om aan de voeten van de Heer Jezus vrede, rust, veiligheid te vinden. Een veilige kerk te zijn voor broeders en zusters die homoseksuele of lesbische gevoelens hebben. Die besluiten tot eer van God te leven en de keuze te maken niet te trouwen en celibatair te leven. En gesteund zich te weten, aangemoedigd, bemoedigd en geliefd door broers en zussen, omdat je Gods woord wil volgen. Die hierin bevestigd worden en de liefde van God en zijn woord en gehoorzaamheid aan hem uit intense liefde boven alles uitstijgt. Wat staat er op het spel? Te geloven dat de vervulling alleen te vinden is in de Heer Jezus. Ook de vervulling van onze seksuele behoeften. Dat hij in al onze behoeften zal voorzien in Christus Jezus. Dat God de moeite en de strijd die we op dit gebied kennen gebruikt om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon. Als we hem hierin vertrouwen en gehoorzamen. Uiteindelijk dat grote doel waarvoor u en ik geschapen ben. Om bij hem te zijn. Om de heerlijkheid van de Zoon te aanschouwen die de Vader hem gegeven heeft. Waar de Heer Jezus in de moeilijkste periode van zijn leven voor bidt in Johannes 17 vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Het heeft allemaal diepe geestelijke betekenissen, deze beelden die God in zijn schepping heeft gelegd, om iets van zijn heerlijkheid te openbaren. Om iets van hemzelf en de liefde van hem duidelijk te maken. Om de diepe liefde en de eenheid tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest duidelijk te maken. Wat op het spel staat, is ons geloof in de betrouwbaarheid van Gods woord, onze onderwerping aan wat Gods woord leert over huwelijk, seksualiteit, man en vrouw zijn en wat we ons in leer en leven laten leiden door de Bijbel. Er staat dus veel op het spel. Wat mag het kosten? Ik heb geleerd dat wat veel waard is, kost ook veel. Dat heb ik in mijn leven mogen ontdekken. En wat je niets kost, is je ook niets waard. Alles overdenkend wat er op het spel staat, mag het veel kosten om hiervoor op de bres te staan. Ik wil deze morgen afsluiten met een gebed voor de gemeente en de kerken in Nederland. Dat we ons bewust worden wat er op het spel staat, om zo in ons persoonlijk leven en in de kerken een opwekking te mogen beleven. Dat de gemeente van Jezus Christus in Nederland herontdekt dat we geschapen zijn om God te verheerlijken en van zijn heerlijkheid te genieten. Dat de vervulling van ons leven, onze behoefte, enkel en alleen in de Zoon te vinden is. Dat God geen behagen heeft in brandoffers, maar dat de offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en een verslagen hart. En dat zal hij niet verachten. Ik wil u zo heel graag voorgaan in gebed. En ook echt in die diepe overtuiging dat er veel op het spel staat. De schoonheid die God gegeven heeft. En al deze beelden waar we vanmorgen over nagedacht hebben. Dat staat op het spel. En ik wil u heel graag voorgaan in gebed en dan met u nog een laatste lied zingen. Dat is Groot is uw trouw, o Heer. Dat staat ook bij u op het blaadje.
Ik wil u eigenlijk, als u kunt, wil ik u heel graag vragen om te gaan staan. Als ik bid, dan sta ik het liefste voor Gods aangezicht. Vader, we staan hier als broers en zussen voor uw aangezicht en we hebben gehoord en geluisterd en we zoeken u. We zoeken u in deze chaos in Nederland. We zoeken u dat we herontdekken, dat we geschapen zijn om de heerlijkheid van u te zien. Om door ons heen de heerlijkheid van u te tonen. Maar Heer, dat we mogen leven tot eer en heerlijkheid van uw naam. O Vader, we willen u zo bidden dat we herontdekken dat de vervulling van alles in uw Zoon terug te vinden is. Dat wat onze ziel echt vraagt, wat ons lichaam vraagt, wat onze geest vraagt, is alleen in Jezus ten volle te vervullen. Ik wil u zo bidden, Heere God, dat we licht mogen zijn en zout. Dat we vooral die liefde van u, uw barmhartigheid en genade mogen verkondigen. In waarheid. En dat er een balans is tussen de genade en de waarheid. O Vader, we willen u zo bidden dat u ons bedouwt en dat van hieruit echt veel mag gebeuren. Dat we een passie voor Jezus hebben. Een passie voor die beelden die u gegeven heeft. Een passie waarin u duidelijk maakt hoe u vader bent en zoon bent en gezin bent en huwelijk een verbond is. O Heer, we willen u zo bidden dat u dat herstelt door ons heen. In Jezus' naam. Amen.